Leven van een podiumcarrière, het is in Vlaanderen niet zo simpel. Zo komt maar 10% rond van deze stijl. We trekken naar de Vlaamse musicalproductie Goodbye Norma Jean. Net afgestudeerd musicaltalent Michiel de Meijer treedt erop met ervaren actrice en docent musical Annemie Gils. Dat de musicalopleiding niet makkelijk is, omschrijft Michiel dan ook in één woord. Heftig. Mijn studententijd was niet zoals de normale studententijd, heel veel zuipen en weinig naar school. Dat was het totaal niet. Ik zat echt van 's ochtends 8:30 tot 's avonds 10:00 op school. En ja, je moet zoveel met je school bezig zijn dat je echt je vrienden en je familie een beetje verwaarloost. En dat is echt jammer. Maar je moet er echt voor gaan. Je hebt een doel waarvoor dat je gaat en je moet dat doel bereiken. Je wilt dat doel bereiken. En dan moet je er wel wat voor opgeven. Grauw en mistig, saai met niets in het verschiet. Dat veranderde toen allemaal op slag. Je kunt niet met alleen musical rondkomen. Dat bestaat niet. Het jammere daarvan is dat je elke keer opnieuw moet audities doen. En elke keer opnieuw moet solliciteren. En een job, theaterjob, duurt 2 maanden, 3 maanden. En dan is dat klaar en dan zit je terug werkloos. En dan moet je opnieuw audities gaan doen en opnieuw solliciteren. En dat is echt vreselijk. Ik doe enkel auditie als het voor een regisseur is waar ik nog nooit mee gewerkt heb. Of wanneer het om een koppel gaat. Als het moet kloppen. Als de chemie er moet zijn en als het ook visueel moet kloppen, dan doe ik dat nog wel. Je moet van alles doen en je moet je vooral niet te goed voelen om dingen te doen die je eigenlijk niet graag doet. Want dat kan ook allemaal een investering zijn voor de toekomst. Niet alleen de vele audities en het combineren van verschillende jobs biedt genoeg werk. Daarom doen veel acteurs mee in buitenlandse producties. De studenten nu krijgen ook auditietraining in het Duits. En ze krijgen, van mij krijgen ze Frans, ze Frans chanson in studeren. Dus ze worden gestimuleerd om zich zo, om hun waaier zo breed mogelijk te maken. Maar stel dat je 6 maanden weg zijn met die productie, dan zijn ze ook 6 maanden weg van deze wereld. En ons wereldje is zo klein en zo fragiel dat je niet kunt veroorloven om 6 maanden weg te gaan. Als ik hier 6 maanden weg ben, dan mis ik 10 audities en dan zijn er 10 andere jongens afgestudeerd die mijn plaats overnemen. Ene blik, ik ging volledig overstaan. Omdat ik haar zag. Je moet natuurlijk ook geluk hebben dat je op het juiste moment op de juiste plaats bent bij audities. En dat je dan een goede auditie doet. En ik heb ook wel het geluk dat ik een man ben in het vak. Omdat er zijn heel veel vrouwen die dit vak doen. En er zijn veel minder mannen die dit vak doen. En dan zeker nog eens hetero mannen tegenover homo mannen. Dat is een groot verschil. Onze opleiding zit je elke dag, bijna alle uren van de dag, met je hele klas samen. Dus je bouwt echt een band op met de mensen in je klas. Maar na school staat je met diezelfde mensen in audities voor dezelfde rol. En dat is echt niet fijn. En dat blijft toch altijd iets dubbel, omdat dat is je vriend. Maar je loopt er soms wel een job mee mis die je heel graag zou willen doen. En dat is echt moeilijk. Je moet echt die vriendschap en die concurrentie kunnen scheiden met elkaar. Maar concurrentie, als het goede concurrentie is, dan is dat altijd goed, hè? Want dat stimuleert mensen om beter te worden. Vorig jaar werden de laatste subsidies voor musical geschrapt, tot grote spijt van de acteurs. Op alles, van alles en nog wat, wordt er beknibbeld en bespaard. En ja, zo werd het altijd maar kleiner en minder. En minder en minder. Ja, en ik kan alleen maar hopen dat wij met z'n allen kunnen alleen maar hopen dat het dat iets verandert, hè. Dat het tij keert. Je krijgt wel de vraag van, wil je meedoen aan de productie? Ja, kei graag. En dan komt de maar, er is geen budget. Dus we kunnen nu niet veel betalen. Maar ja, zie het als een investering voor je carrière. Dat gebeurt er nu heel vaak. Maar het zou eigenlijk gewoon structureel moeten gesubsidieerd worden. Zoals opera, zoals ballet, zoals theater. Dat is, musical heeft echt wel, is een vorm van theater.
die echt wel bestaansrecht heeft. Ik wil gewoon even meegeven dat de showbiz niet alleen maar glitter en glamour is, maar dat dat echt keihard werken is. Ik denk dat je toch altijd je hart moet volgen. De applaus dat je krijgt, de reacties, dat is magie.